Deze C-finale op baan 2 voor HSWC Paul Wijmans. Baan 3 HSWC zwemster Serafina Vlijt. Op baan 4 voor het Revenie Swim Team Ilona Venema. Baan 5 voor de stadgemeenschap de Heek Swimming Maaike Issaert. En op baan 6 voor de Kleinhoek Openen Zwemclub Roos van S. De Venema, de 32-08 aan de leiding is 50 meter. Vlijt de Kleinhoek. Venema, de snelste van deze dames, maar ik denk dat deze race de voorsprong gaat zijn. Ligt de voorsprong in de bal nu voor Venema. De voorsprong 12,5 meter na de laatste keer aan de startzijde. Venema is een van die Paralympische zwemsters die opnieuw geclassificeerd is. Dat betekent dat ze voor de vlinderslag niet meer in de Paralympische klasse valt. Alleen nog voor de schotslag. En daarom zit hij eigenlijk in de regionale afstand. En dan pakt de Venema steeds meer voorsprong op Serafina Vlijt. In de derde positie waren er nog even op de Wijmans. Deelnemers uit de Paralympische klasse worden opnieuw geclassificeerd. Het is een spannende tijd in de Paralympische zwemwereld. Het kan van allerlei kanten op elkaar. En dan gaan we vieren gaan, is dat er veel slechter geworden is. Dus dat betekent de spanning nog even. We hebben nog geclassificeerd in de wonder. En welke resultaten dat voor hen gaat zijn. Hier in ieder geval Ilona Venema. Met nog 12,5 meter te gaan ruim aan de leiding. Richting de finish van deze 200 meter vlinderslag. En dan kijken we naar de tijd. En ze klinkt aan de 2:28:51 voor snel van vanmorgen. En dan volgen we de dames bij Ticketbad aan. Ze hebben nog 5:35:36 en Issaert en 2:37:36.